Mooi geest op. En dan breekt de hel los. Ja. ja, mijn moeder kan zich dat niet realiseren, natuurlijk, want die dementeert. Maar die krijgt gewoon overal heel erg pijn. En die wordt heel erg onhandelbaar. En die heeft dus eigenlijk geen leven meer. De zetpillen die haar dementerende moeder nodig heeft, naproxen, zijn plotseling niet meer verkrijgbaar. Niemand weet precies waarom, maar voor Wiepke en haar moeder betekent het paniek. Die paniek is uh, zo groot dat ik eigenlijk nu. Uh, Klaarsta op wie ook maar van mijn Facebook-vrienden, want ik heb een noodoproep gedaan op Facebook. En gelukkig wordt er door mijn vrienden meegezocht. En soms komt er dan een mededeling van de apotheek in Winterswijk, heeft nog een pakje liggen. Dus dan stap ik in de auto en rijd van Marken naar Winterswijk om dat pakje te halen. Gewone pillen zijn geen bruikbaar alternatief voor de dementerende moeder van Wiepke En niemand weet waarom de Z-pillen er ineens niet meer zijn. Ik geloof best dat de apotheek er eigenlijk geen schuld aan heeft. De schuld zit bij de fabrikant en die heeft gewoon de hand om te knippen eigenlijk. Want uh, twee weken geleden heb ik, ben ik nog heel kwaad geworden bij de apotheek. En toen kon de juffrouw nog één uh, pakje voor mij lospeuteren bij de fabrikant. Dat bewijst aan mij dat de fabrikant het dus gewoon heeft liggen en dat hij het niet wil afgeven. En dan gaat het denk ik gewoon over macht en over geld. Volgens het college ter beoordeling van geneesmiddelen is er geen tekort aan Naproxen, maar alleen aan de Z-pil. Er worden dus geen maatregelen overwogen. Wanneer de Z-pil weer beschikbaar is, is onduidelijk. Tot die tijd blijft Wiepke speuren naar vergeten doosjes Naproxen Z-pillen.